dat beter voor die hond zorgen, dat leiding geven aan die hond, dat vertaalt zo'n jongere dan vaak van binnen ook, ja, door meer leiding aan zichzelf te gaan geven. Ja, mooi. En dan heb je op dat moment misschien niet een reactie, maar dan een maand later spreek je even de ouders of zo en die zeggen, nee, het is wel bijzonder, want hij wordt gewoon minder gepest. Om na 25 jaar gewerkt te hebben bij de zedenpolitie, het roer om te gooien om mensen te gaan coachen met hulp van haar hond. Therese, ja. Jij hebt na 25 jaar bij de zedenpolitie gewerkt te hebben, het roer omgegooid, ja, om mensen te gaan coachen met hulp van jouw hond. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen om dat te gaan doen, om dat besluit te nemen? Na lang zedenwerk was ik op een gegeven moment een beetje klaar mee. En dat merkte ik vooral omdat ik de laatste 3 jaar van mijn werk ook een boek geschreven heb over mijn werk bij de zedenpolitie en mijn persoonlijke ervaringen met misbruik en geweld vroeger in mijn gezin van herkomst. Wat voor mij eigenlijk belangrijk is geweest, is door het schrijven van het boek meer bewust te worden dat dat werk me heel veel gebracht heeft, maar ook ontzettend veel gekost heeft. Omdat het net was alsof ik met het schrijven van het boek ook een soort twee werelden bij elkaar gebracht had, die altijd apart waren gebleven. En door dat bij elkaar te brengen voelde het wel veel meer als één geheel. Maar ik werd me ook bewust van hoeveel het me gekost had om dat al die jaren apart te houden. Dus er waren zat zaken die me triggerden, maar dan ging er gewoon van binnen iets op slot. Ja. Ja, en hoe dat me ook gesloopt heeft, dat ik ben daar ook echt chronisch moe van geworden. Ik kan het niet meer volledig werken. Ja, ik heb er wel een prijs voor betaald. Ja. Ja. Dan ben ik een tijdje thuis geweest en toen dacht ik, er moet toch nog iets meer zijn dan alleen maar zeden. En alleen maar die rauwe kant van de samenleving waar je mee geconfronteerd wordt. Dus toen kwam ik in contact met de cursuscoach met honden, die heb ik gevolgd. Ik heb nog een opleiding gedaan in België over hondengedrag. Daarmee was je hart geopend? Ja, voor het werken met honden en gewoon zien wat ze betekenen extra voor mensen, behalve het gesprek wat je hebt als coach. Of dat je ook echt dingen in beweging kunt zetten bij jongeren, kinderen, maar ook volwassenen. Waar je misschien in therapie wel of in de coaching misschien wel tijden mee bezig bent. Ja, en wat bij een hond gewoon eigenlijk vrij makkelijk. Waarbij je vrij makkelijk patronen doorbreekt. Waar iemand in vast zit. Of ja, een hond heeft geen maskers. Die laat gewoon wat je ziet, dat is wat je krijgt. Dus het is niet meer en niet minder. En daar heb ik ontzettend mooie dingen in gezien en ik werd daar zo enthousiast van. Ik dacht, nou, als ik nog aan de bak kom, dan is het in ieder geval iets met honden. Ja, en toen inmiddels kwam mijn eigen hond en daar heb ik zelf persoonlijk ook echt heel veel steun aan gehad en heel veel van geleerd. Ja, toen was het eigenlijk wel het hek van de dam. Want wie coach jij? Nou, wat ik doe is, ik heb na die opleiding coachen met honden, heb ik ook nog een opleiding gedaan tot topdog trainer, heet dat. En dat is eigenlijk een training, een soort weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining voor jongeren vanaf een jaar 10, 12 tot 20, 25. Ja. En die is echt bedoeld voor jongeren die het gewoon heel moeilijk hebben, die bijvoorbeeld al van school uitvallen of allerlei problemen hebben met externaliserend gedrag, hè, dus veel agressie of opgefokt gedrag of juist heel erg internaliserend, om hem toch een beetje te leren om meer grip op zijn eigen leven te krijgen. En hoe ik het vaak uitleg is dat als je stel bijvoorbeeld je werkt met iemand die moeite heeft om grenzen aan te geven, die veel gepest wordt op school. En ik ken zo'n voorbeeld van een jongen, die is nu net 15 en die heeft er heel veel last van gehad. En wat hij dan, als je tegen zo'n jongen zegt van joh, ga nou eens recht oplopen door school, want dan word je niet zo snel gepest. Want dan pikken ze je er niet uit. Ja, dat werkt niet, en dan had hij dat al lang gedaan. Ja. Dus ik kan wel tegen hem blijven praten, maar ik kan het ook tegen hem zeggen, ga eens een stukje met mijn hond lopen. Ja. En geef hem eens een commando. En als hij zo loopt, zoals hij dat op school doet, en hij geeft mijn hond een commando, moeder, die zit. Ja, dan doet mijn hond iets wat ik niet voor de camera zal doen, maar die denkt dan, nou ja, dat is een totaal onduidelijke boodschap, daar ga ik niet naar luisteren. Ja.
Dus dan leer ik die jongen, als jij diep ademhaalt, dan ruikt die hond dat. En wat die ruikt, is dat je dan kalm bent. En een echte leider, waar een hond naar wil luisteren, die is kalm. Die zoekt geen onnodige stress op of ruzies. Nee, die is gewoon rustig. En met die rust, als je dan tegen de hond zegt hoe die zit, vanuit een overtuiging van ik ben de leider op deze plek, dan gaat hij gewoon netjes zitten. En dan blijkt in de praktijk dat hij dat beter voor die hond zorgen, dat leiding geven aan die hond, dat vertaalt zo'n jongere dan vaak van binnen ook, ja, door meer leiding aan zichzelf te gaan geven. Ja, mooi. En dan heb je op dat moment misschien niet een reactie, maar dan een maand later spreek je even de ouders of zo. En die zeggen, nee, dat is wel bijzonder, want hij wordt gewoon minder gepest. Zo. En hij loopt anders, hij durft meer. Want wat hoop jij te bereiken bij de mensen die jij coacht? Nou, in de kern gaat het om te verdragen wat er nu is. Dus wat een hond heel erg doet in de coaching is, hij brengt die kinderen of die jongeren vrij snel weer naar het hier en nu. Mm-hmm. Dus je bent bijvoorbeeld een tijdje aan het werk met iemand en je hebt het over misschien wat moeilijke dingen. En dan loopt de spanning op en op een gegeven moment wil ik die jongeren dan ook leren, oké, nu voel je de spanning oplopen. Mm-hmm. Maar hoe krijg je hem weer omlaag? Mm-hmm. Als ik hem dan, zo'n jongere, de opdracht geef om met mijn hond heel veel te gaan spelen, gaat die energie van mijn hond ook omhoog. We zitten samen hier te hyperen. En dan moet die jongere laten zien aan zichzelf en aan mijn hond dat hij ook weer kan zakken. En wat doet het met jou als jij merkt wat je weet te bereiken bij die kinderen? Ja, als ik nu kijk naar een jongen waar ik het meeste mee gewerkt heb en nog wel zo'n laatste periode nog mee aan het afronden ben. Ja, dit is gewoon een cadeautje. De eerste keer dat ik die jongen zag, ik kon hem niet aanraken. Hij kon geen hand geven. Ik zeg, zullen we dan high five? Nee, dat was te lang contact. Het enige wat hij wilde was box. En dan legde hij uit van nou, dat box is maar heel kort. Dus dat vond wel heel slim van hem. Ja. Ja. En hij vond het heel moeilijk om met de trein te gaan bijvoorbeeld. Hij wilde graag bij iemand op bezoek, maar dan moest hij met de trein, dat durfde hij niet. Hij durfde niet zelf een kaartje, hij wist niet hoe hij dat moest doen. Ja, er waren heel veel angsten, maar hij heeft het zo mooi in stapjes opgebouwd. En nu is het zover dat ik hem kan bellen en kan zeggen, joh, onze afspraak die doen we dan daar en daar, maar dan moet je met de trein komen. Kijk. En dan pik ik hem ergens op. En dan gaat hij zonder hond. Dus ja, dan als je vraagt wat doet het met je? Ja, dan rijd ik glimlachend van hier naar hier rijd ik naar huis en denk ik, ja, daar had ik wel 10 jaar treintraining met die jongen kunnen doen. Deze hond heeft hem gewoon veel sneller en veel effectiever geholpen. Wat is jouw droom? Mijn droom is om echt vrij te zijn. Vrij van mijn eigen oordelen en vrij van de druk die ik soms kan voelen als ik aan het werk ben. Dat ik denk, ik wil het perfect doen en ik wil iedereen kunnen helpen. Kan helemaal niet natuurlijk. En een andere droom die ik ook wel heb is dat de politie op een dag zijn deuren open doet voor assistentiehonden. Als het gaat om zware verhoren. Dus bijvoorbeeld bij kinderen of bij mensen die geweldsdelicten hebben meegemaakt of waar heel veel stress is op het moment dat ze de aangifte gaan doen. Dan stel ik me dan zo voor, en nou, ik bedoel, daar is nog van alles in te onderzoeken, maar dan stel ik me zo voor dat er een aantal hulphonden beschikbaar zijn die daar dan bij kunnen komen. En die zo iemand gewoon net even wat die scherpe kantjes eraf. Maar mijn allergrootste droom zit echt gewoon in mezelf. Dat ja. Ik een soort, nou ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Als ik de keuze die ik gemaakt heb om de kaft van mijn boek te vullen, is dat bij mijn therapeut in haar kamer staat een beeld. Dat is ongeveer zo groot. Dat is van een hond. Maar je hebt het boek gezien, hè? Mm-hmm. En er zit allemaal kinderspeelgoed op geplakt. En met alles bij elkaar is dat een vorm van een hond. En dat is ook de titel van het boek, is ook de som der delen. En dat gaat er wat mij betreft echt over dat je taak in het leven, mijn taak in mijn leven is om al die verschillende stukjes bij elkaar te pakken en te omarmen als mijn verhaal, als het geheel. Als ik zeg, dit stukje wil ik niet, dan kijk ik naar die hond, dan zit er een gat in. Dan is die niet meer compleet. Dus mijn diepste droom gaat over mezelf volledig heel durven voelen. En dan moet ik ook wel vaak denken aan die uitspraak van Mandela, dat we niet bang zijn voor onze zwakte, maar voor onze kracht. Ja. Ja. Dat speelt dan ook wel. Ja. Want is dat? Wat doe je daaraan om daar te komen, om dat te bereiken? Schrijven. Heel veel contact met mijn hond maken.
Dus veel fysiek contact met de hond maken, voelen van op welke momenten die mij ook spiegelt of helpt. Een goede therapeut. Dus iemand die me bij dat proces begeleidt. En een partner naast me. Toestaan. Dat is eigenlijk, als je zegt wat doe je ervoor, dan is mijn werk wel om die mensen ook toe te laten in mijn leven. Ja, en het mooiste geschenk voor mij zijn de kleinkinderen. Want er is er nu weer eentje bij, Job, die is nou 12 weken nu, geloof ik. Ja, dat is een en al onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat is wel een beetje mijn thema, dat ik dat niet zo gekend heb. En dan kijk ik naar die kinderen. Ik zeg tegen die oudste, die is 8, Stan. Dan zeg ik wel eens, joh, niet vergeten, hè, ik hou van je. Dan pak ik hem vast, maar dat zeg ik soms wel 10 keer op een dag als die bij ons is. En op een gegeven moment zegt hij, oma, denk je dat ik dat nou nog niet weet? Dat weet ik toch al lang. En dan ga ik ineens voelen van, oh ja, het is voor hem vanzelfsprekend. En het staat helemaal niet ter discussie. Ik hoef het geen 100 keer te zeggen. Ik hoef het ook niet 1 keer te zeggen. Het is er gewoon. En als je dat niet van binnenuit zelf kunt voelen, dan heb je bevestiging van buitenaf nodig. En dat is, eigenlijk zou ik meer nog willen gaan vertrouwen op van binnenuit. En alles wat je daarin ontwikkelt, dat kun je ook weer gebruiken in de coaching van anderen. Ja, ja. Ja, want merk je dat? Dat in jouw eigen groei, dat je dat ook terugziet in je coaching? Ja, nou waar ik het bijvoorbeeld aan merk is, naarmate ik meer leer, ook van mijn hond, dat het nu gewoon is zoals het is. En dat ik hoog of laag kan springen of me heel druk kan maken of helemaal niet. Maar dit is nu de situatie. Dan merk ik dat ik ook makkelijker naar mijn coachklanten kan zeggen, ga maar gewoon met de hond op de grond zitten. En als je moet huilen, moet je huilen. Dit is wat er nu is. Maar dan heb ik het zelf ook doorleefd. Weet je? Dan, ik denk altijd, je kunt ook nooit iemand verder begeleiden dan waar je zelf bent. Dus ja, dan is het wel fijn als je dat stuk ook zelf doorleeft. Ja,